Hallo allemaal, welkom bij Paulus Historicus. Deze aflevering gaat over uitvinders door de geschiedenis heen. Ik kan ze niet allemaal benoemen, dus dit zijn er 10. In de oudheid zijn veel dingen uitgevonden. Denk aan het wiel of het vuur. Maar helaas weten we natuurlijk niet wie dat heeft gedaan, want er zijn geen geschreven bronnen. Oftewel, ze hebben niet opgeschreven wie het heeft uitgevonden. Van de Egyptenaren weet je natuurlijk dat ze bijvoorbeeld de piramides hebben gebouwd. Maar wist je dat ze ook tandpasta hebben uitgevonden? En ze deden hun tanden poetsen met een soort stok. Kan je je voorstellen, met een soort stok in je mond. Daarnaast hebben ze ook het slot uitgevonden, make-up voor op je ogen, het knippen en scheren van haar, schrijven en natuurlijk de kalender, oftewel de dagen van de week en de maanden en de jaren. Super tof toch? Maar wie dat precies heeft uitgevonden, ook dat weten we niet. Laten we dan gaan kijken naar de namen die we wel weten. We beginnen op plek 1 in Griekenland. Dit is Pythagoras. Hij leefde ongeveer van 570 voor Christus tot 500 voor Christus. Dat betekent dat hij ongeveer 70 jaar is geworden. Hij was filosoof, muzikus, maar ook wiskundige. Dat betekent dat hij heel veel berekeningen heeft uitgevonden. Een van de belangrijkste berekeningen die hij heeft uitgevonden gebruiken we nog steeds. En dat is de stelling van Pythagoras. Hiermee kan je bijvoorbeeld uitrekenen hoe hoog een berg is. En nog veel meer van dat soort hele nuttige dingen. We blijven nog even in Griekenland met nummer 2. Dit is Eratosthenes. Net als Pythagoras was hij een wiskundige. Pythagoras en een aantal anderen hadden beweerd dat de aarde rond was. Eratosthenes besloot om uit te rekenen hoe groot de aarde was. Hij deed dat door twee schaduwen te meten op twee verschillende plekken in Egypte. En daarmee maakte hij een rekensommetje. En wat er uit dat rekensommetje kwam, was de grootte van de aarde. En wat blijkt? Na meer dan 2000 jaar klopt de berekening nog steeds. Hoe vet is dat? Snel door naar nummer 3 en daar gaan we naar de Romeinse tijd. Dit is Heron van Alexandrië. Hij leefde tussen het jaar 10 en het jaar 70 in het Romeinse Rijk. Deze man heeft heel veel dingen uitgevonden. Onder andere dit eerste stoommachientje. Door water te verwarmen gaat de stoom in het bolletje en het bolletje begint snel te draaien. Het lijkt misschien niet veel, maar 1900 jaar later zou dankzij deze uitvinding stoomtreinen rondrijden. We gaan snel naar nummer 4 en daarvoor gaan we naar het Arabische Rijk. Dit is Ibn Sina. In het Latijns noemen ze hem Avicenna. Hij leefde van 980 tot 1037. Hij was medicus, geoloog, natuurkundige, psycholoog, wiskundige, wetenschapper. Van alles deed hij. Ibn Sina liet zien hoe het hart werkte en hoe het bloed door het hart stroomde. Daarnaast maakte hij een medisch boek met meer dan 1 miljoen woorden die door heel Europa werd vertaald en gebruikt als basis voor de medische wetenschap. Voor nummer 5 gaan we door naar Italië. Dit is Leonardo da Vinci. Hij leefde van 1452 tot 1519 en hij vond van alles uit. Hij was ook architect, uitvinder, ingenieur, van alles. Hij schilderde onder andere de Mona Lisa, maar hij vond ook de parachute uit, het duikpak, de tank en iets wat lijkt op een helikopter. Voor nummer 6 gaan we gewoon terug naar Nederland. Dit is Antonie van Leeuwenhoek. Hij leefde van 1632 tot 1723 en hij vond de eerste microscoop uit. Voor het eerst in de geschiedenis konden mensen inzoomen op hele kleine deeltjes die je normaal niet kan zien. Voor de nummer 7 gaan we naar Schotland. Dit is James Watt. Wat? Nee, James Watt. Wat? Zo heet die man. James Watt. Hij leefde van 1736 tot 1819. Weet je nog dat bolletje stoom van net? Deze man heeft hem geperfectioneerd en ervoor gezorgd dat er machines van konden draaien. We reizen door naar Oostenrijk voor de nummer 8. Dit is Nikola Tesla. Hij leefde van 1856 tot 1943 en hij wordt gezien als een van de grootste ingenieurs en uitvinders aller tijden. Er is tegenwoordig een auto naar hem vernoemd, de elektronische Tesla. Deze man heeft zo'n beetje alles wat met elektriciteit te maken heeft uitgevonden. Wat dacht je van de radio of röntgenfoto's? Röntgen gebruiken we nog steeds in het ziekenhuis om te kijken of je botten niet gebroken zijn. Heel veel van zijn uitvindingen heeft hij gratis weggegeven zodat iedereen er gebruik van kan maken. Wat een held. Voor de nummer 9 gaan we naar Engeland. Dit is Alan Turing. Hij leefde van 1912 tot 1954. En samen met zijn collega's en de eerste computer, de Colossus, wist hij de geheime code van de Duitsers te kraken en zo de oorlog te winnen voor de geallieerden. Voor de nummer 10 gaan we naar Amerika.
Dit is Martin Cooper, geboren in 1928. Tja, wat zou hij nou uitgevonden hebben? Weet jij nog meer belangrijke uitvindingen? Zet het dan in de comments. Vergeet de video niet te liken en tot de volgende keer.